hotelbranche heeft het moeilijk. Ook Hotel Haarhuis in Arnhem heeft moeten snijden in het personeel. 6 van de 60 werknemers verloren daarmee hun baan. Volgens directeur Arjen de Vries is dat het gevolg van de prijzenslag in de hotelbranche. Ook de komst van prijsvechter Holiday Inn heeft ervoor gezorgd dat Arnhemse hotels het bijzonder moeilijk hebben. Nee. Niet de komst van Holiday Inn. Want we zijn het als hotellerie al langer erover eens dat er best ruimte is in Arnhem voor meer hotels. Ik heb wel altijd gezegd, je moet het wel in brede verband zien. In het centrum is ruimte en dat wordt ook gewoon ingevuld. Maar wij hebben wel te maken met een periferie met heel veel hotels. En de toename van hotels is wel gebaseerd op het feit dat er groei zou zijn in de vraag. En die groei van vraag die blijft op dit moment achter. Waardoor er dus bij meer aanbieders, dus meer volume of meer aanbieders qua kamers, bij hetzelfde vraag gaat het zich anders verdelen. Dus dat is gaande op dit moment. Hotel Haarhuis in Arnhem heeft de afgelopen jaren wel te kampen gehad met een aantal fikse tegenvallers. Los van de crisis ervaart het de negatieve gevolgen nog steeds van de stationsbouwput, natuurlijk vlak voor de deur. En ook tijdens de bouw van de nieuwe vleugel zat het tegen, doordat de aanvankelijke aannemer failliet ging. Een nieuwe aannemer werd weliswaar vrij snel gevonden, maar de bouw die liep wel enige vertraging op. De nieuwe vleugel werd uiteindelijk in juni geopend. We hebben niet voor niks ook de nieuwe vleugel gebouwd. We willen een full-service 4-sterren hotel zijn. Het Arnhemse Stadshotel, wat we ook echt zijn. We hebben ook echt niet te klagen over de vraag. Men weet ons te vinden, in toenemende mate zelfs. Dus ik ben helemaal niet ontevreden over onze positie en onze kracht. Alleen, je moet wel in deze tijd nog scherper op je kostenstructuren letten als je ziet dat je marges onder druk staan. Je moet in deze tijden, de oorzaken ervan hebben we al benoemd, moet je nog meer op je kievieven zijn. En dat was de reden dat wij een efficiëntieslag hebben moeten plegen hier. En die is overigens wel volledig door natuurlijk verloop hebben we dat kunnen oplossen. Door bepaalde contracten die afliepen niet te verlengen. En is heel goed te kijken naar bepaalde bedrijfsprocessen. Te kijken van, zijn er misschien nog bepaalde werkzaamheden die je kan outsourcen. Het is ook helemaal niet verkeerd om in deze tijd nog eens een keer heel kritisch naar je bedrijfsprocessen te kijken. Maar ik moet wel toegeven dat door de situatie op dit moment genoodzaakt zijn om dat misschien met nog meer scherpte te doen dan in het verleden. Uitkijkend naar straks de realisatie van het station. Ja, want daar kijk ik al 15 jaar naar uit. Het is een prachtig stukje Arnhem hier. Dat willen wij zelf ook steeds meer uiten door het Arnhemse Stadshotel te zijn. Dat moet in de genen zitten van dit bedrijf. Dat zie je ook steeds meer in foto's, in presentaties, in de look en feel van dit bedrijf. Daar gaan we de komende jaren of de komende maanden ook nog heel veel aan doen. Dus we zijn ook vooral bezig om het bedrijf nog beter in de markt te zetten. Dat willen we graag, want iedereen moet zich hier thuis voelen en het gevoel hebben van dat is lekker daar. Dat is nou echt dat typische stadshotel zoals je die tegenkomt in de grote provinciesteden in Nederland. Wat zich eigenlijk identificeert met die stad, met het station. Dus we zijn ontzettend positief over de toekomst gestemd. Alleen we moeten nu wel eventjes met scherpte door deze periode heen zien te komen. Wat Hotel Haarhuis betreft is gebeurd wat moest gebeuren. Het hotel verwacht niet verder te hoeven snijden of andere maatregelen te hoeven treffen.